Ik ben Amber en mijn functie is medewerker van Stero Service Desk. Eigenlijk zitten we in een team met 8-9 Service Desk medewerkers. Ja, je merkt echt dat het je leeftijdsgenoten zijn, dus je kan het overal over hebben. We borrelen gezellig, dus dat was een hele informele sfeer. De impact van de facilitaire afdeling is eigenlijk best wel groot. Je kan je voorstellen, de locaties moeten schoongemaakt worden, er moet eten komen, de elektra moeten doen. Dus eigenlijk, zij zijn iedere dag bezig om de locaties veilig te maken, schoon te maken en goed in het gebruik voor de kinderen. Iedereen heeft zijn eigen pakket, dus dat kan bijvoorbeeld schoonmaak zijn, afval. Ik heb er voornamelijk meer de hard service pakket, dus dan kijk je naar een stukje brandveiligheid, elektra, verwarmingen. In principe, als jij als ouder zijn op een locatie komt als kind zijn, dan zie je dat niet. Maar ja, ondertussen moet het wel allemaal geregeld worden en dat doen wij. Ik vind het wel ook iets bijzonders. Je doet het ook echt ergens voor. Je doet het voor de kinderen en dat zij een goede toekomst hebben. En ja, wat wil je nog meer?